Goedendag, komend weekend is het kerst en de afgelopen tijd hebben we steeds aangegeven dat het nog heel moeilijk is. Om een goede weersverwachting te maken voor deze kerstdagen, omdat er heel veel onzekerheid aanwezig is. En momenteel is die onzekerheid er nog steeds. Dus met andere woorden, het blijft nog steeds heel lastig om de juiste weersverwachting voor de kerstdagen te geven. Er zijn nog steeds winterse opties, maar er zijn ook zeer zachte opties. En er zijn ook opties die daartussenin zitten. Een mengelmoes. Achter mij staat de weerkaart van het Amerikaans model, en dat is de kaart voor donderdagochtend. We zien op dat moment een lage drukgebied boven. Over de Oceaan, een lage drukgebied boven het noordoosten van Europa. Verder is er een hoge drukgebied aanwezig boven het zuidoosten van Europa. En er is ook nog een hoge drukgebied in de buurt van IJsland. Dat kan ik op deze kaart niet aangeven. En tussen die systemen in hebben we te maken met een zadelgebied wat donderdagochtend net ten noorden van Nederland ligt, maar toch ook wel weer iets terugzakt naar het zuiden. Dat kruispunt van die drugsystemen, dat is altijd een gebied waar het heel moeilijk is om ver van tevoren een weersverwachting voor te geven. Want daar spelen zich altijd gevechten af. Namelijk het gevecht van welk drugsysteem gaat dominant worden in dat gebied. En dat heeft natuurlijk invloed op het weer. Want wat levert dat voor weer? Op een hoogdrukgebied zorgt het voor rustig weer, maar een lage drukgebied kan voor wisselvallig weer zorgen. Als ik nu de animatie ga aanzetten, dan zien we dat het Amerikaans model. toch langzaam maar zeker dat lagedrukgebied wat dominanter laat worden. En dat gaan we dan tijdens de kerstdagen merken als een storing vanuit het Zuidwesten ons gaat bereiken. Maar op hetzelfde moment is de lucht in het noorden van het land nog wel erg koud. En dat betekent dat de neerslag die in het noorden gaat vallen. waarschijnlijk als winterse neerslag gaat vallen. In deze oplossing. Dan moet u denken aan sneeuw in het noorden en in het zuiden juist regen. Dan is daar ook nog een gebied waar ja, sprake is van een overgang. En dat betekent dat daar bijvoorbeeld natte sneeuw kan vallen, maar als de temperatuur aan de grond toch rond het vrieswit is, kan het misschien ook wel gaan ijzelen. Een hele onzekere weersituatie, ook al omdat die zich op zo'n klein gebied afspeelt. Want als dit allemaal 100 kilometer naar het noorden beweegt, dan is er van sneeuw in Nederland geen sprake, zitten we in de zachte lucht. Maar andersom, gaat het wat meer naar het zuiden, die koude lucht, dan is er juist meer winterse neerslag in ons land. En nogmaals, dit is maar één oplossing: dit is de oplossing van het Amerikaanse model, die dus dat vrij actieve systeem over ons land laat trekken. Het Amerikaanse model kent ook een pluim en daar zien we ook oplossingen in die veel minder nat zijn. Dit is dus een van de vele oplossingen. En dan hebben we het hier steeds over het Amerikaanse model, maar we hebben natuurlijk ook nog een Europees model. Daar zal ik u straks eventjes nog de pluimen van laten zien. Wat ik u nu nog wil laten zien is de temperatuur van het Amerikaanse model voor die periode. Dit is de weerkaart weer voor donderdagochtend 10 uur. Iets ingezoomd en dan zien we temperaturen boven Nederland van zo'n 1 naar 2 graden. Die temperatuur die gaat omhoog en vrijdag is het ronduit zacht in het land. Want dan gaan we weer richting 8 graden op veel plaatsen. Maar dan op zaterdag. Dan zien we de koude lucht vanuit het noorden weer wat terugtrekken en dan krijgen we verschillen in het land. Dan is het noorden van het land onder het vriespunt en in het zuiden is het 8 of 9 graden. In het midden van het land, daar ligt precies de grens. U kunt zich voorstellen, vijf dagen vooruit is het natuurlijk heel lastig om dit precies te gaan duiden. Want nogmaals, schuift het iets door of iets terug, dan ligt die grens heel ergens anders, krijg je te maken met een heel ander weerbeeld. In ieder geval, als dit zou uitkomen en die neerslag trekt over, ja, dan heb je dus in het noorden inderdaad te maken met sneeuwval en in het midden van het land... best wel een, ja, best wel een gevaarlijke situatie, misschien wel met ijsel. Op zondag, tweede kerstdag, zien we dat de koude lucht hier naar het zuiden trekt... en dat het overal koud gaat worden. De neerslag is dan wel inmiddels weggetrokken zoals het er nu naar uitziet in deze oplossing. En dan ja, maandag, dan zien we hier zelfs min 12 in het noorden. Dat zou dan alleen kunnen bij een sneeuwdek en hele brede opklaring in de nacht en ochtend. Met andere woorden, het Amerikaans model komt echt met wat koudere oplossingen nu... Uh, na de kerstdagen of dat uit gaat komen, dat is helemaal onzeker. Ik ga nu naar de pluim van het Europees Centrum. En daar zien we een paar dingen op. Allereerst dat het heel duidelijk is dat dinsdag en woensdag de temperaturen rond het vriespunt liggen overdag en dat het s'nachts licht vriest. Koude dagen dus hebben we eigenlijk nog helemaal niet gehad. Op donderdag zien we heel duidelijk dat die temperatuur omhoog gaat. En dan krijgen we vrijdag die dag met die hoge temperaturen, zagen we ook terug in het. Uh, Amerikaans model. En dan, ja, dan komt er dus heel veel spreiding in de weerkaart, want we zien die donkere kleuren. En dat geeft aan dat zijn allemaal marges die mogelijk zijn. Dit is overigens de pluim voor het midden van het land. En we kunnen niets anders dan concluderen dat vanaf zaterdag de onzekerheid nog heel groot is. Overigens, wat wel heel leuk is om te zien, als ik de pluim van Zuidwest-Nederland pak, van het Europees model. Dan zien we eigenlijk wel hetzelfde wat we ook in het Amerikaanse model zagen. Want, als ik dan hier even mijn potloodje erbij pak, zien we tijdens de kerstdagen duidelijk een bundeling van lijnen aan de warme kant. Met andere woorden, zacht weer. Er zijn wel wat koude oplossingen, maar dat zijn er niet veel. Als ik de noordoostelijke pluim erbij pak, dan zien we het eigenlijk een beetje andersom. Dan zijn er niet heel veel zachte oplossingen, maar wel heel veel. Koude oplossingen, meer koude oplossingen. Dat geeft ook die scheiding aan, dat gevecht aan wat precies boven Nederland zich gaat afspelen. Wat daarna gaat gebeuren, nou u ziet het al, het kan alle kanten op. Conclusie, we kunnen niet anders stellen dan dat het voorlopig nog steeds erg onzeker is wat er tijdens de kerstdagen gaat gebeuren. Elke run, iedere zes uur komt er een nieuwe modelrun binnen, is anders. We moeten gewoon nog even afwachten. Als ik nu een schot voor de boeg zou moeten geven, denk ik dat er een groot verschil zal zijn tussen Zuid en Noord. Maar dat schot voor de boeg is eigenlijk nog niet veel waard. Fijne dag.